allemaal van harte welkom op deze feestelijke opening van onze prachtig vernieuwde stationsentree en het verbouwde stationsgebouw. Vandaag hebben we het stationsplein geopend, maar je moet eigenlijk zeggen in bezit genomen. Dus iedereen mag alles aanraken. We hebben iedereen bedankt. En ik vind dat op zo'n dag er één ding moet gebeuren wat eigenlijk niet mag. 3, 2, 1, spring maar! Ja! Onze stationsentree is officieel geopend. En de openingshandeling waren dus allemaal kinderen die de vijver in sprongen. Ook om te vieren dat dit echt een plein is wat over water gaat. Er werd kinderchampagne ingegooid en we mochten erin stampen. Daar was een heel open stuk en de rest was allemaal daar. Dus daar ging ik stampen en toen kon ik keihard stampen. Als je denkt, ik ga een plein maken, dan denk je direct, ik gooi er een zootje steen in. Maar als er een enorme regenbui valt, stroomt al het water van die regenbuien, hoppa, die woonwijken in, die veel lager liggen dan het plein. Dus wij willen al dat water proberen op dit plein vast te houden. Daarvoor hebben we een super slimme constructie gemaakt, dat onder het straatwerk een hele laag met infiltratiekratten zit. We hebben daar een hele bijzondere kolk, put gemaakt, die zorgt dat al dat water opgevangen wordt op die plek en dan onder het plein bewaard wordt. In het allerergste geval kan dus fietsenstalling daaronder ook nog meedoen als noodberging. Zwolle staat voor innovatie. Nieuwe wijken met bruisende stad. Dit is echt het centrale punt. Voor ons ook reden om daar fors in mee te investeren. Het belang van station Zwolle voor de provincie Overijssel is het tweede spoorknooppunt van Nederland. Dus dat zegt het feitelijk al wel. Het is een belangrijke verbinding naar het noorden van het land. Maar eigenlijk vanuit alle richtingen komen hier de sporen samen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is nu van regionaal, van lokaal natuurlijk, maar regionaal en nationaal van betekenis. En in de toekomst wat ons betreft ook internationaal van betekenis. Hoeveel olifanten denken jullie dat de stalling kan dragen? Als NS zijn we enorm trots op de samenwerking. We hebben dit project alleen natuurlijk kunnen doen doordat we hebben samengewerkt met ProRail, met de gemeente, met de provincie en de bewoners. Als ProRail zijn we al 20 jaar bezig om fietsenstallingen te verbeteren en uit te breiden. En daar horen ook allerlei innovatieve ontwikkelingen bij. Ja, de nieuwste soort fietsenstalling zoals we die hier in Zwolle nu hebben, dat wil je heel graag zien op andere plekken in Nederland. Hij is heel groot, hij is overzichtelijk. Er zit een heel mooi nieuw digitaal systeem in, waardoor je goed kan zien welke plekken beschikbaar zijn. Zodat je niet de hele tijd maar door die stalling hoeft te zoeken naar een plek. Het is een grote stalling geworden en de komende jaren gaat het aantal treinreizigers groeien. En hebben we dus ook nodig dat we een grote stalling hebben waar mensen goed kunnen vinden waar ze hun fiets kwijt kunnen. En dat het zo gegaan is, dat is ook de omgeving opgevallen. We hebben echt veel complimenten nodig. We houden wel van een beetje druk op de ketel, dus snel bouwen vinden we prettig. Maar zo snel als hier is toch wel bijzonder, zeker in deze tijd. Bij Boscalis werken we eigenlijk al ruim 10 jaar aan de factor houding en gedrag ten aanzien van veilig werken. Anders dan het streng sturen op de regels. En ik moet zeggen dat het programma, dat heet ons NINA-programma, heeft ons geholpen om gewoon de mensen in de juiste mindset op de bouwplaats te hebben. Dus we hebben heel hard, maar ook heel veilig kunnen werken en daar zijn we trots op. Ik vond het heel leuk en het uitzicht was ook heel mooi. Heel leuk en het is 22 meter hoog. Ik kon een beetje achter het treinstation kijken. Het hele plein en ik zag heel veel bomen. Ik ben super trots en blij als ik hier rondwandel. Ik vind het kwalitatief. Heeft het gebied een hele mooie invulling gekregen. Het is een genot om hier te wandelen, even op een bankje te zitten, mensen op te halen van het station. Dit is de kwaliteit die we willen voor de stad Zwolle. En dit is de lat zoals we die neerleggen, ook voor andere ontwikkelingen. Je ziet een kaartje voor de stad en heel trots om daar aan meegebouwd te mogen hebben. We willen Zwolle alleen maar mooier maken.